Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Dit is het weekjournaal met het bestuur, bal in auto en een voorbeschouwing op Excelsior 31 tegen AZSV. Ongeveer een half jaar geleden vond de algemene ledenvergadering plaats. Waar heeft het Excelsior 31 bestuur zich sinds die tijd vooral mee bezig gehouden? Nou, dus allereerst geprobeerd om te kijken hoe we de zaak helemaal op orde konden brengen. Het bestuur was natuurlijk helemaal gedecimeerd. Daar zijn in de loop der tijd eerst Peert van Rijn erbij gekomen, daarna ik en daarna Fred Tuinman. Dus we hebben nu 6 bestuursleden. En dat geeft ons de kans om gewoon op bepaalde deelvlakken echt een beleid te gaan uitzetten voor de komende jaren. Nou zie je als lid, als buitenstaander natuurlijk niet hoe het rijlt en zeilt binnen het bestuur. Maar hoe is de samenwerking? Ja, die samenwerking is natuurlijk ontzettend goed, dat zou ik altijd zeggen. Maar het is ook daadwerkelijk zo. Kijk, we hebben het zaak natuurlijk verdeeld in portefeuilles. Dus iedereen weet waar die verantwoordelijk is, waar die aan toe is. Dat is zijn deelgebied. En daar moet jij zorgen dat je daarin stappen gaat zetten. Nou, die stappen die hebben we inmiddels gezet. Die hebben we in de afgelopen zaterdagmorgen in de bestuursvergadering allemaal naast elkaar gezet. En daar hebben we eigenlijk een beleidslijn neergezet op alle belangrijke deelgebieden. Of het nou is technische zaken, financiën, sponsoring, strategie. Hebben we een plan uitgezet voor de komende jaren. Nou ja, ik denk dat iedereen blij is, binnen het bestuur zeker, iedereen blij is dat we nu een volwaardige club hebben, in getalsmatig. Maar ook dat we verschillende competenties en vaardigheden met elkaar verbinden. Er zijn mensen uit het bedrijfsleven bij, er zijn mensen bij, Christian heeft bestuurskunde gestudeerd, Harold heeft ook zijn eigen communicatiewetenschap. Dus kortom, we hebben verschillende deelgebieden wat we met elkaar kunnen verbinden. Fred en Peter is natuurlijk eigenaar van een bedrijf, Fred werkt bij Regenborg. Nou, ik heb zelf een achtergrond in het bedrijfsleven en in communicatie. Dus dat maakt het wel wat makkelijker om te gaan zeggen van jongens, oké, we pakken alle belangrijke gebieden. Hoe gaan we daar nou de komende jaren op acteren zodanig dat we niet in de problemen komen zoals we die 2 jaar geleden bij Excelsior hebben meegemaakt. Als je terugkijkt de laatste maanden, wat zijn dan de meest belangrijke dingen die zijn gebeurd? Ja, dat is heel verschillend. Het zijn 2 gebieden. Aan de ene kant heb je de strategie. Aan de andere kant heb je alle lopende zaken. We hebben hier natuurlijk 2 fantastische KNVB-bekerwedstrijden gehad. Maar zelf mocht ik bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een kampioenschap van een meisjesteam. Dat zijn ook fantastische dingen. We hebben een club die in de breedte geweldig sterk is met 1750, 60 leden. En daarnaast topvoetbal heeft. Nou, die 2 dingen die willen we nu combineren. En daar hebben we beleid voor ontwikkeld. Hebben we voor uitgewerkt. En dat willen we binnenkort. En dat is op 7 maart tijdens de ledenvergadering. Buitengewone ledenvergadering. Willen we daarover in gesprek gaan met de leden. Want bovenal, wij willen niet in een ivoren toren zitten. Wij willen communiceren met de leden. We willen praten met de leden. En daar is straks op 7 maart alle mogelijkheid voor. Over 2 weken meer in het weekjournaal over de buitengewone ledenvergadering op 7 maart aanstaande. Dan gaan we nu verder met ons vaste item Bal in Auto. Deze week met materiaalman Geert Achteres. Geert, heb je nog tips gekregen van de kant? Nee, weinig. Ik doe het zelf wel. Het lukt me wel. Ja, hoeveel punten gaan er worden? Puntje of 10. Gaan we voor. Nou, we gaan het zien. Heel veel succes. Dankjewel. Je hebt 0 punten, maar je staat niet alleen onderaan. Wie nog meer? Arjan Kok. Hoort wat meer. Je probeerde vanuit je handen te schieten en vanaf de grond, maar je wist volgens mij niet helemaal goed wat nou prettig was. Nee, met de handen was helemaal niet. Vond ik waardeloos. Dat lukte niet. Was het een lastig item? Tot wel lastig, ja. Dankjewel voor je deelname. Graag gedaan. Geert Achteres en Arjan Kok staan nu samen onderaan. Volgende week zien we Wilco Nieuwenhuis in actie. Ik ben er bang voor. Gerritsen deed het heel erg goed. Dus als ik met hem mee kan, dan ben ik heel erg tevreden.
Het eerste elftal speelde afgelopen zaterdag met 0-0 gelijk tegen koploper Harkemaarse Boys. Welke positieve punten uit die wedstrijd worden meegenomen naar het thuisduel van aanstaande zaterdag tegen AZSV? Nou, allereerst hebben we er natuurlijk alles aan gedaan om het gat kleiner te maken met Harkema. Ja, helaas is dat niet gelukt. Het gat blijft 9 punten nu. En met Harkema nog een wedstrijd te gaan. Maar we hebben wel heel veel strijd geleverd. Het was een lastig veld. Maar ja, goed, de nodige kans is wel gecreëerd. Natuurlijk ook wel lastig gehad daar. Maar als achterhoede hebben we de nul gehouden. Dus daar kunnen we heel positief over zijn. En wat ik net ook al zei, bovenal veel strijd geleverd. En we hebben er gewoon alles aan gedaan. En helaas is het maar 0-0 gebleven. Het was een beetje de wedstrijd waar het om draaide. Waar veel naar uit werd gekeken hier ook op de club. Busreis georganiseerd voor de supporters. Is er na de tijd nog veel over gepraat? Ja goed, je hebt het er met elkaar wel even over. En natuurlijk, wat je net ook al zei, het was dé wedstrijd hier in de hoofdklasse C natuurlijk. Nummer 1 tegen nummer 2. En dan praat je met elkaar veel over. En dan heb je ook al, als je dan weet dat er veel supporters mee zijn gereisd. Ja, daar heb je het dan wel met elkaar over. En dat is ook fantastisch als je dan ziet dat er zoveel mensen hier ook meeleven met het team. En dat is gewoon een goed teken. Ja, jij zei net, toen we het over de positieve punten hadden, zei je strijd leveren. Goed gedaan als achterhoede. Als we even naar jou kijken, ACV. Een slechte wedstrijd voor het hele team. Laten we dat voorop stellen. Je wordt gewisseld in de rust. En dan zaterdag mag je eigenlijk een soort comeback maken en doe je het goed. Wat doet dat met jou? Ja, ACV was zowel van het team als voor mij persoonlijk echt dramatisch. En dan word je in de rust gewisseld. Dan je balt natuurlijk. Je weet dat je niet lekker hebt gespeeld. Maar ja, dan hou je al rekening mee met de gevolgen van de week erop. Maar ja, gelukkig mocht ik spelen. Ik kreeg vertrouwen weer van de trainer. En dan hou je de nul als achterhoede tegen Harkema. En dat is op zich dan lekker. En dan als speler geef je dat dan wel een goed gevoel dat je dan zo terug kunt komen. Ja, je zei net wat je als team goed hebt gedaan en wat je meeneemt naar aanstaande zaterdag. Wat neem je voor jezelf mee uit je eigen spel van de afgelopen weken naar aanstaande zaterdag? Ja, ACV vergeet ik dan voor mezelf. Dat was één keer niet weer, laten we maar zeggen. En goed, zoals afgelopen zaterdag, dan hou je de nul. Daar kun je dus in principe tevreden over zijn. En dan hoop je dat je dat de komende weken weer kunt doen. Want daarvoor sta je uiteindelijk als verdediging. Ja, en hoe gaan we dat aanpakken? Ja, ons vertrouwen spelletje spelen, ook achterin. En poetsen die ballen en zorgen dat we geen tegengoals krijgen. Dat neem je mee naar zaterdag. AZSV thuis. Kunstgras. Is dat lekkerder, kunstgras? Ik persoonlijk vind van wel. Nou ja, goed, ik ben geen fan van het spelen op ijzeren noppen. Dat hoeft hier ook gelukkig niet op ons kunstgras. En we kunnen ons eigen spelletje gewoon lekker spelen. Balletje rond laten gaan. We hoeven nu niet meer het spel te spelen wat je normaal op gras speelt. Veel strijd. Natuurlijk, strijd moet toch altijd geleverd worden. Je moet altijd volle bak gaan. Hier ook op het kunstgras. Dat staat natuurlijk boven alles. Maar we kunnen weer doen. Weer spelen zoals we normaal op kunstgras. En dan hopen we een mooi resultaat neer kunnen zetten. Ja, als we even terugkijken naar AZSV uit, zeg maar. Een van de mindere wedstrijden voor de winterstop. Misschien mogen we dat zo noemen. Een lastige wedstrijd voor jullie. De laatste minuut toch nog 1-2 gewonnen daar. Wat neem je mee van die wedstrijd naar de wedstrijd van zaterdag hier? Nou ja, goed. We hebben dus al een keer eerder tegen AZSV gespeeld. En dan weet je natuurlijk ook bepaalde dingen van het team. Zoals ze hebben een grote, sterke spits. Ze gooien die ballen vaak lang daarop. En het is toch een ploeg die het van het werken moet hebben. En met die dingen in je achterhoofd ga je toch naar aanstaande zaterdag. Ze zijn gevaarlijk voor die goal met de voorzet. En die dingen moeten we eruit halen. En dan ons eigen spel vooral gaan spelen. En dan moet het goed komen, denk ik, zaterdag. Naast de wedstrijd voor jullie zelf tegen AZSV, hier staat ook de wedstrijd VVOG Staphorst op het programma. Voor jullie ook een belangrijke wedstrijd om naar te kijken. Als jullie hier winnen en daar eindigt het een beetje gunstig voor jullie, dan maak je nog veel kans op de periodetitel. Speelt dat mee in je achterhoofd? Ja, we hebben het net na de training even genoemd. Hoe de zaken ervoor staan. En dat bij puntverlies van VVOG en bij winst van ons dat we een goede kans maken. Natuurlijk, Staphorst heeft ook nog een kans met die inhaalwedstrijd tegen Harkema. Nou ja, een periodetitel pakken is natuurlijk mooi en zeker belangrijk. Ook voor Excelsior zijnde, want dan
kunnen we weer meespelen aan het eind van het seizoen. En ja, het is een belangrijk ding. Dus zeker speelt er mee in onze koppies. Dus ja, zaterdag moeten we gewoon volle bak geven. En zorgen dat die drie punten hier in reis houden. En dan moet je het gewoon afwachten wat er op de andere velden gebeurt. Maar ja, zo'n periodetitel is zeker lekker. En speelt zeker zeker mee voor ons. Een samenvatting van Excelsior 31 tegen AZSV is in de loop van het weekend weer te zien bij ons op Excelsior 31 TV. Deze uitzending zit er weer op. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reizen.